Goed, recording started. Dat is mooi. Ik moet hem even aanzetten. Vervelend hoor, die brandnetels. Vooral als je er doorheen loopt. Zo, de drone is aan. Afstandsbediening is aan. Wifi gaat aan. Hij is verbonden. Oké. Inbuilt preheating. Ga maar weer naar FGPS. Goed. Eerst gaan we even omhoog. We gaan hem even zetten op dit. En we doen hem op panorama. Daar doen we de settings van. Ja, dat zijn 40 foto's in rows. Capture strategy, ja, dat wil ik veranderen. Column by column. Ja, oké. Nou, start maar. Ik denk dat ik de drone start. 0 meters altitude. 0 meters distance. Het ligt misschien aan 98% battery. Oké, 110 meter hoogte. Daar is hij. Ja, het ziet er spectaculair uit natuurlijk. 110 meters altitude, 64 meters distance. Oh, dit was ik vergeten. Ik moet image format, video size, capture mode. 109 meters altitude, 64 meters distance, 94% battery. Wacht even hoor. Controlling shutter speed. Ja, dat wil ik graag. Dan gaan we weer naar die. 109 meters altitude, 65 meters distance, 92% battery. Hey. 110 meters altitude, 65 meters distance, 91% battery. Panorama ended. Dat klopt niet. Ik deed column by column. Oh, dat doet hij blijkbaar niet.
109 meters altitude, 65 meters distance, 90% battery. Fruit er maar, hè. Altitude, 66 meters distance, 88% battery. Wat was het probleem met lage 86% battery. Altitude, 65 meters distance, 84% battery. Altitude, 64 meters distance, 83% battery. 110 meters altitude, 65 meters distance, 82% battery. 109 meters altitude, 65 meters distance, 80% battery. Something flew from us, so. Een waternattigheid, hè? 109 meters altitude, 65 meters distance, 78% battery. Dat is natuurlijk mooi, die molens. 110 meters altitude, 66 meters distance, 77% battery. Altitude, 65 meters distance, 76% battery. Net op tijd. 109 meters altitude, 65 meters distance, 72% battery. Oh, kijk, als je zo precies zo uit, dan heb je nog een beetje weer. Prachtig. 110 meters altitude, 65 meters distance, 70% battery.
109 meters altitude, 65 meters distance, 69% battery. Battery. Zo, nou heb ik het sterker, want 100 meters altitude, 65 meters distance, 67% battery. Tja. Tiro is lekker aan het spelen beneden ergens. Steen in een plasje aan het gooien. Maak je niet te vies! 110 meters altitude, 64 meters distance, 65% battery. Oké, okay, we hebben nog 4 foto's. Oeh, er vertrekt een zwaan. Panorama ended. Oké. Okay. Nou, dan gaan we een beetje naar beneden kijken. Zo. En zet hem op. 110 meters altitude, 65 meters distance. Recording started. 63% battery. Heel zachtjes ronddraaien. Dit is volgens mij nog Kinderdijk. Als ik het goed heb. Hey, dat is grappig. 110 meters altitude, 65 meters distance. Komt 62% battery. Had je dat gezien? Nee, ik had het niet gezien, want ik ben even hier aan het kijken, zie je. Ik ben een filmpje aan het maken van... Daar vlogen even zwaan aan om de hoek. Oh ja, die zwaan die had ik gezien, ja. Die was mooi, hè? Ja. 110 meters altitude, 65 meters distance, 61% battery. Maar ja, dus pap. Weet je wanneer die zwaan aan de hoek kwam? Nou. Precies. Toen ik een steen op een of andere raar 110 meters altitude, 65 meters distance, 60% battery. Ik dacht, wat heb jij nou weer gedaan, dacht je? Ja, ik dacht, nee, nou dat niet. Maar ik dacht, wat? Oh. Wat? Maar pap, ga nog... 110 meters altitude, 65 meters distance, 57% battery. Nou, ik wou hier blijven eigenlijk. De hele tijd? Ik heb niks anders te doen. De hele tijd op dit verharde zandveld. De hele tijd op dit verharde zandveld. Ja. 110 meters altitude, 65 meters distance, 56% battery. Prachtig, hè? Hier. Oh, het is wel grappig dat al die molens, dus het hele land, dus niet echt heel erg droog kregen. 110 meters altitude, 64 meters distance, 55% battery. Nou, 55% battery. Well, I suggest we going home. That's down in. 107 meters altitude, 65 meters distance. 53% battery. 41 meters altitude, 65 meters distance, 51% battery. 51% battery. Daar zit Tycho ergens op dat veldje. Dus we nou even ronddraaien.
27 meters altitude, 64 meters distance, 50% battery. Dan moet dus daar de molen staan. Precies. Twenty-six meters altitude, sixty-four meters distance, forty-eight percent battery. Eleven meters altitude, fourteen meters distance, forty-six percent battery. Five meters altitude, one meter distance, 44% battery. Zero meters altitude, one meter distance, 43% battery. Oké, okay, stop maar. Recording stopped. We gaan er even een andere accu in doen. Moment. Warning, signal lost. Oké, daar zijn we weer. Eigenlijk wil ik hetzelfde panorama doen. Oh nee, maar ik wil de legacy mode wil ik uitzetten. En dan kunnen we eens even kijken wat hij dan doet. Dus dan moeten we naar camera. Nou, dat doet hij dus niet. General misschien. Language ook niet. Units aircraft. Nee. Use legacy pano mode. Die zetten we dus uit. Oké, dus dan gaan we nou weer sluiten. En dan gaan we maar weer opstarten. Allee, wacht eventjes. We moeten natuurlijk nog wel even de... Oh, de AE-lock staat aan. Goed zo. Oké. Nee. Start 0 meters altitude. 0 meters distance. 98% battery.
65 meters altitude. Ik heb geen beeld die 97% battery bijgeschakeld is. Oh, daar komt hij. Beetje laat. Oké, we zitten weer op 110 meter hoogte. 109 meters altitude. 40 meters distance. 96% battery. Even de AE-lock uitzetten. Ik hoop dat het lukt. Nou, hij is een beetje licht, maar dat komt wel goed. 109 meters altitude. 40 meters distance. Oké, nou weet ik dat hij het wel goed doet. En hij staat op column by column. Start foto's. Nou, oké, kijk wat hij doet. Hij gaat eerst flink omhoog kijken. Dus dan maak je een luchtfoto. 41 meters distance. 93% battery. En nu doet hij het inderdaad kolom bij kolom. Oké. 109 meters altitude. 44 meters distance. 92% battery. Die een beetje aan het klooien is. Altitude, 47 meters distance, 87% battery. Als die zwaan nou eens zou gaan vliegen, hè? Dat zou mooi op de drone, mooi op video hebben natuurlijk. Oh, spectaculair. 9 GPS-satellieten. 109 meters altitude, 45 meters distance, 85% battery. Hij gaat omhoog. Oké, dus hij gaat van boven naar beneden en dan weer van beneden naar boven. Van boven naar beneden en dan weer van beneden naar boven. Hij is naar boven. 109 meters altitude. Dan maakt hij een draai. 84% naar rechts. Maakt weer een foto boven. Als hij tevreden is. En gaat dan naar beneden. Ja, oké. 109 meters altitude. 46 meters distance. 83% battery. 83% batterij. Nou, dat loopt wel los. Hij is al bij 20 foto's. Dus dat is op de helft. 110 meters altitude. 49 meters distance. 82% battery. Kraaien. 109 meters altitude. 49 meters distance. 81% battery. Oh, daar staan een watertoren ook nog eens. 109 meters altitude. 52 meters distance. 78% battery. Oké. 27 foto's. Nu. Ja. Gaat lekker.
Een tigo met een stokje in de modder aan het knoeien. 57 meters distance, 77% battery. 109 meters altitude, 58 meters distance, 76% battery. Nog 9. Nee. 110 meters altitude, 60 meters distance, 75% battery. Juist, ja. Dan moet ik ook opletten. Als je dus de camera houdt zoals je hem graag zou willen houden, dan wijst hij dus enigszins naar beneden. Wat natuurlijk niet zo handig is op het moment dat je zegt, ja, je camera is hartstikke hoog. En dan zegt hij ook dat hij de verbinding aan het verbreken is. Ah. Maar het hele systeem is er wel opgebouwd. 72% battery. Ja, hoe zou je dat dan moeten maken? Nou, nog één foto. Ja, je drone is altijd in de lucht. Dus als je dat ding moet je dan zo houden, maar dan zie je dus niks. Ja. 109 meters altitude, panorama ended, 81 meters distance, 69% battery. Nou, laat hem eerst maar eens even netjes naar beneden komen. Dat lijkt me wel weer een goeie. 109 meters altitude, 84 meters distance, 68% battery. Ach, wat doe ik moeilijk. Ik flip deze ding. 1, 2, 3. 96 meters altitude, 84 meters distance, 67% battery. 1, 2, 3, 4, 5. Ja, nou doet hij het. Ja, dus ietsje meer heen en weer flippen dan ik had gedacht. Well, he's coming home. 100 meters altitude, 76 meters distance, 65% battery. 99 meters altitude, 10 meters distance, 63% battery. Hij is wel aan het dalen, maar hij is niet boven home point. 83 meters altitude, 6 meters distance, 62% battery. Ah. Twenty-seven meters altitude, sixty meters distance, sixty percent battery. Oké. Okay. Ik ga verkeerd landen. 6 meters distance, 56% battery. Zie je, dat klopt niet helemaal, hè, jongen. Dat zou ik beter moeten weten.
3 meters altitude. 1 meter distance. Ja, dat is allemaal geen 3 meter, hè? Dat is apart dat hij dus 10 meters heeft. Klopt dus niet helemaal. 3 meter, echt niet. Maar goed. Hij is laag. Hoeveel batterij hebben we nog? 74, dus dat is best aardig. Oké, laten we eens zeggen. Focus. Dan switch je dus hierheen. Subject height. Aircraft rotation auto, joystick reference, default joystick limiter. Vijfenveertig, dat snap ik. Goed, maar wat is zijn focus? Een point of interest. Moet ik dus eerst een point of interest bepalen. Dus dan moet ik hier even kijken. Bijvoorbeeld die mode. Even kijken hoor. Dit is het water, dat is de dingen. De mode moet daar ergens staan. Daar. Dit is point of interest. Dan zeg ik, de subjecthoogte is, wil meer. ...40 meter hoog. Error, aircraft must be in the air. 0 meters altitude. 0 meters distance. 50% battery. Goed, als het goed is, houdt hij nou dus de molen in het oog. Dus ik ga naar links. En als ik zeg, ik ga naar voren. Hey. That is weird. 17 meters altitude, 32 meters distance, 47% battery. Oké, okay, dus als ik opzij ga. 18 meters altitude, 16 meters prachtig die molen in het zicht. Dus ik moet eigenlijk hem even op. Recording started. Opname zetten, gewoon vanwege het mooie. Oeh, ja, kijk je uit. Een of andere mail die je moeilijk deed. 17 meters altitude, 28 meters distance, 42% battery.
24 meters altitude, 55 meters distance, 40% battery. Thirty-six meters altitude, 70 meters distance, 38% battery. Thirty-six meters altitude, 102 meters distance, 36% battery. Thirty-six meters altitude, 174 meters distance, 34% battery. 36 meters altitude, 242 meters distance, 33% battery. Oh shit, what is he doing? Niet meer, oh daar. Dat gaat natuurlijk achter het gebouw, hè? 36 meters altitude, 269 meters distance, 31% battery. 35 meters altitude, 246 meters distance. 29% ja, battery. Hij moet naar huis gaan. Ik krijg het alarm dat de batterij bijna op is.35 meters altitude, 41 meters distance, 26% battery. 33 meters altitude, warning, aircraft battery at 24%, 18 meters distance, 24% battery. 5 meters altitude, warning, aircraft battery at 23%, 1 meter distance, 22% battery. Zo, oké, dat had niet heel veel langer moeten duren. Warning, aircraft battery at 21%, ja, ik weet recording stopped. Warning, signal lost.
Goed, dit was... thank you. Hallo. Goeiedag. Hoe lang blijft u vliegen met die drone? 20 minuten is die op. Dan heeft is die leeg. Heeft u toestemming gevraagd aan de bewoners hier? Dat hoeft ook helemaal niet. U staat hier op braakliggend terrein. Dit is weidevogelbeschermingsgebied. Dat is werelderfgoed. Ik sta er op mijn tuintje staal al 3 kwartier naar de gejank van de krenk te luisteren. Nou, dan vind ik dat heel vervelend, maar dan stop ik er toch meteen mee. Dat vind ik helemaal geen probleem. Ik heb al een paar keer geroepen, maar dat waarschijnlijk niet. Dat hoor ik niet. Nee. Ik zag daar iemand in het tuintje werken en toen dacht ik, oké, ik hou dat mijn afstand. Ik. Dat was ik. Ja, begrijp ik. Dus ik dacht, ik hou mijn afstand. Maar ik bedoel, daar heb ik 1 rondje rond die molen gemaakt. Niet thuis, want anders had je hem ook wel op zijn dak gehad. Dat zou kunnen, maar ja, ik was een ente van vandaan. Het is een ente er vandaan. Zover ik weet, er is toch niks aan een molen? Er zijn mensen. Dus inbreuk in privacy. Ja. Ik weet dat jullie er anders over denken. Maar... dat zou kunnen. Maar goed, maar dat geeft toch niet. Ik ga hem meteen weg. Ja, maar hartstikke bedankt dat je me even kon waarschuwen. Ja, want ik bedoel, voor mij was het gewoon van ik wilde gewoon... ja, dat snap ik. Dat snap ik. Maar... oefenen met dat ding eigenlijk, daar komt het ongeveer op neer. Okay. Weet je wat het is? Van de 52 weken in een jaar, als je ze de kans geeft, zitten ze 30 weken in een jaar zitten ze met zo'n ding bovenaan. Ja, dan wordt het niet leuk. Daar word je zo zat van. Ja, nee, dat snap ik best. Nee, maar ik stop er meteen mee. Dat is helemaal geen probleem. Oké. Okay. Nou, want ik woon zelf in Schiedam. Nou, dan mag je dus helemaal niet dronen. Nee. Dus ik had zoiets van, dit is mooi open gebied en er is ook nog wat leuks te zien ook. Ja, normaal gesproken dan stikt het hier van de ganzen, maar ik denk dat ze te warm vinden. Zit het daar? Ja. Ja. Dus ik had dus iets van, er zijn van die idioten, die gaan dat natuurlijk filmen. Dat moet je niet doen, want dan staan er vliegers op. Ja, dan heb je nog veel groter problemen. Ja, gewoon echt niet. Dus ik denk, dan blijf ik flink uit de buurt. Kijk, je ziet het overal ganzenstront. Het is echt een weidevogelbeschermingsgebied. Dus daarom zijn het ervoor. Ik dacht dat het een soort ganzenboer was of zo, het zijn gewoon wilde ganzen. Het zijn wilde ganzen. Je ziet overal zie je veren leggen. Ja, dat wel. Maar ik dacht gewoon van, ik zag dat als een soort weiland. En ik denk van, dus ganzen. Ik denk, doen ze dat tegenwoordig ook al? Ik denk, geen idee. Ja, kijk, dit grasland, dat is niet lang geweest. Dat houden ze gewoon kort. Zoveel vreten ze. Ganzen eten dat? Ja, puur gras. Ik dacht nog boeken. Koeien bedoel ik en geitjes en zo. Ganzen eten gras? Kijk maar, ze staan koorts, dat zijn ze gras te eten. Ik dacht dat ze misschien een soort van indigestie hadden en dat ze dan, wat poezen ook wel eens doen. Nee. Ze eten echt gras? Ja, maar dat zijn er maar heel weinig organismen die gras kunnen eten en dat verteren en daar iets voedzaams uit halen. Ze zijn er groot van geworden. Oh, ja, ik ken ze alleen uit verhalen van de Romeinen, weet je wel. 3 weken geleden waren het nog stukken pullen en als je nu kijkt... het groeit als kool, Halve schansen. Het is zo verschrikkelijk hard. Ja, want ik denk, eenden dacht ik altijd, een soort eend denk ik dan, en die eten krozen en dat soort dingen. Dus ik had zoiets van, wat doen ze op dat weiland? Ja. Grazen! Nou, snap ik hem! Ja! Ik dacht, dat is leuk. Ja, maar ik herken het ook helemaal niet. Is dat ganzenstront? Ziet dat er zo uit? Ja, dat ziet er zo uit. Ik had wel een paar veertjes, maar ik denk, die komen waaien, die zie je overal, die zie ik zelfs in de stad. Ja, dat kan ik me voorstellen. Niet. Ja. Maar hartstikke bedankt, ik stop er meteen mee. Okay. Ik ga weer richting huis. Ik heb nog maar 20 minuten, dus ik geef niet. Geen aangewezen plaatsen zijn. Nee, wat mijn punt is, ik mag dus niet in Schiedam vanwege no-fly zone. En dit is net buiten de no-fly zone. Dus daar maak ik zoiets van, ga ik een half uurtje, of weet ik het, 40 minuten was het, hierheen rijden. Maar dan denk ik, dan heb ik tenminste iets. En op Google Earth zag het er allemaal heel erg plat uit. Ja. Ik denk, dat is mooi, want dan kan je dingen oefenen. Ja. Terwijl ik heb zoiets van, ik vind vliegen heel erg leuk. Maar je moet het wel heel goed kunnen. En als er iets fout gaat, dan moet je het handmatig over kunnen nemen. En niet denken van, het apparaat lost het wel op. Nee, die lost niks op. Valt gewoon uit de lucht. Ja. En dat risico wil je niet hebben. Je niet en je ziet zoveel stomme dingen op YouTube. Dat ik denk zo van, maar mensen, kom nou toch. Je weet dat je niet in Utrecht boven de bebouwing mag vliegen. Hoe kom je dan met een rondje rond de Domtoren? Hoe stom ben je nou? Kijk, daar op Kinderrijk heb je Kees van der Wal. Daar heb je waarschijnlijk ook wel eens... dronefilmpjes van bij zien komen. Vast wel, ja. En die is dus ook regelmatig hier aan het vliegen. Die is al regelmatig op zijn vingers getikt van joh, daar mag je gewoon helemaal niet komen op bepaalde gebieden.
had een filmpje gemaakt zo, dat water uit boven Oud-Albas, boven de bebouwing had hij gevlogen. Ja, dat mag niet. Dat mag helemaal niet. Nee, daarom was ik dus, nou dit ziet er braakliggend plat, weet ik veel, dat het kan geen kwaad. Maar ja, je stoort wel mensen. Die modenaar zou zeggen, weet je, dit is een beschermd gebied, er zijn geen wandelpaden, je mag er niet komen. Waarom zou je er met een drone wel mogen komen? Ja, goed punt. Maar ik heb wel wandelpaden gezien. Dat was dan mijn punt. Ja, helemaal aan die kant. Eén. Oh ja, ik heb niet zo heel goed opgelet hoeveel. Oh, er is er maar één. Ik ken het hier aan. Maar ik denk dat is het toeristengebied. Maar ik denk dat dat ook, ook weer een probleem is. Ik ken het gebied helemaal niet. Nee. Ik ben, jaren geleden toen ik kind was, ben ik in deze kinderdijk geweest. Oh, ja. Nou, ik heb mijn zoontje aangewezen. Zo van, joh, heb je gezien hoeveel molens hier zijn? Ja? Het zijn echt veel. Ja, ze zeggen het altijd. Ja. Maar dan denk ik, ja, het zal wel, weet je wel. Maar wat ik niet begrijp, dat kunt u misschien dan ook uitleggen. Waarom is het nou nog zo nat? Die molens zijn toch bedoeld om het leeg te pompen of zo? Hoe bedoel je zo nat? Nou, ik zie allemaal water. Dat gebied, dat is een spaarbekken. Daar verzamelen ze water. Oh, dat hoort er juist? Dat hoort er juist. Oké. Okay. Ja, want ik dacht juist, kijk, al die molens, net zoals leeg water, weet je wel. Die pompen het droog. Nee, waarom is dat niet droog? Nee, kijk, ze kunnen het hier uit de polder in die volgende polder pompen. Dus waar die kaden omheen liggen. Oh. En daar is nog ruimte voor heel veel water. Kijk, nu staat er een beetje water. Ja. Maar als er erg veel water zou komen, dan kunnen ze het nog wel een halve meter meer erin gooien. Zo, oké. Ja, dat is dan een enorm gebied. Dus duizenden liter zijn, dat is echt niet normaal. Dat is miljoenen kuub water. En dat doen ze bijvoorbeeld als er storm dan komt of zo? Of dat, kan, dat soort dingen? Officieel zijn ze er niet meer voor bedoeld, maar dat spaarbekken wordt wel gebruikt. Ja. Want je hebt daar die gemalen bij Kinderdijk. En die kunnen ook, als ze niet op de lek kunnen lozen, kunnen ze dit gebruiken. Ah. Dus het is een heel vernuftig watersysteem. Ja. Ik ga er eens wat over lezen, op Wikipedia of zo. Uiteindelijk loopt er bij Kinderrijk vandaan loopt een heel groot water. Loopt helemaal tot Groot-Ammers toe. En daar vanuit de polder wordt alles op dat alles water erin geloosd. En daar vandaan wordt alles weer naar Kinderrijk getrokken. Ja. Slim allemaal. Ja, maar daarom hebben we hier toch droge voeten. Ja, nee, Nederland staat er bekend om. Maar ja, precies. Als het er niet zou zijn, dan hadden we echt nat. Ja, een probleem. Nee, mijn ouders woonden, nou niet meer, maar in Zetten. Ja. En dat was ook beneden NAP. En dat werd toen aangeduid als er echt paniek is, dan pompen we die polder vol. Oh, ja. En toen zei ik van, nou, daar hoef je geen moeite voor te doen. Je hebt een bungalow, ik bedoel 3 meter water. Vergeet het maar. Gaan we niet op de nok zitten? Want... Heeft geen zin, ja precies. Ja. Ja. Einde verhaal gewoon. Ja. Dan denk ik, ja, kan natuurlijk ook. Ja. Maar dit is een spaarbekken dus. En het is dan een spaarbekken voor alleen maar overtollig water of ook voor drinkwater? Nee, niet voor drinkwater. Drinkwater komt uit de bodem. Hier, ja, meestal. Maar goed, ik weet van bij Wassenaar, waar ik ook gewoond heb, daar hebben ze, spuiten ze Rijnwater, zeg maar, de duinen in, wat dan heel langzaam door de duinen zijpelt. Ja. En van onderaf is het mooi schoon en dan halen we het weer omhoog. Ja. Dan denk ik, ja, nou, dat zou dit ook kunnen zijn. Nee, maar dat doen ze dus niet. Die polder aan die kant, zeg maar, dat is een heel groot waterwindgebied. Daar maken ze gebruik van Amsterdam en heel die polder die erachter ligt. En daar komt al het water vandaan. Ja. Interessant. Ik ga dat toch eens lezen, hoe dat allemaal zit. Leuk hoor. Ja, maar je kan eigenlijk van elk gebied kan je al zoveel lezen. Ieder. En dan denk je van ik wil er nou even dronen. Maar goed. Ja. Maar nee, het is echt mooi. Het is een echt mooi gebied. Kijk, je kan daar die kade, daar kan je zo langs die molen, kan je ook naar achteren. Dus vorig de vijfde pad, dat is puur voor wandelaars. Daar zie je wat. Schitterend. De volgende, daar zitten lopen al die toeristen die uit de hele wereld komen. Die komen hierheen naar onze molen kijken. Ja. Daar lopen we nu. Nou, dan denk ik, Schiedam, wij hebben de hoogste molens van Europa. Yay! Oké, okay, 5 of 6 geloof ik zo. Hier staan er 7. Ja, dat is ietsje meer, hè? Ja. Zo was ze enthousiast aan het tellen uit het raam. Zo van, ja, dat zijn er wel heel veel. Ja. Dat geloof ik ook. Ja. Maar het is alleen maar voor water. Er wordt geen graan gemalen, want die Schiedam gebruikt het om jenever te maken natuurlijk. Nee, helemaal niks. Alleen water. Alleen maar water. Alleen maar watermolens. Ja, met die molen die draait nou. En dat scheprad, dat schept water. Dus dat scheprad kunnen ze ook uitschakelen. Natuurlijk, maar goed, dan doet hij niets meer. En dan maak je in ieder geval zijn draaiuren. Oh, moet dat? Moet de molen een bepaald aantal uren draaien? Ze moeten een bepaald aantal uren draaien. Waarom? Gewoon voor onderhoud. Dat het niet dat het niet hard wordt en zo. Ja. Dat het meer soepel blijft. Ja. Aha. Oh, dat wist ik ook niet. Leuk, hè? Zo gebeurt. Ja. Nooit ben stilgestaan, ik dacht dat ze gewoon siliconenspray hadden, zeg maar. Nee, ook niet. Maar bedankt. Oké, even uit. Hier uit. Uit.